De poolwedstrijd Nederland-Italië op het EK is voor Frank Rijkaard persoonlijk een speciale confrontatie. De 73-voudige international speelde in zijn tijd bij AC Milan jarenlang samen met zowel Marco van Basten als Roberto Donadoni, de bondscoaches van beide elftallen. Nou, dat kan ik wel scheiden. Ik bedoel, als je als ex-speler in de voetbalwereld actief bent, dan kom je heel veel ex-collega's en ex-vrienden tegen. En dat zei ze al. Maar het is wel duidelijk dat ik supporter ben van Oranje. En dat ik hoop dat Nederland ver gaat komen. En inderdaad, een hele zware wedstrijd tegen Italië. In een moeilijke pool, maar ik geloof er wel in dat alles mee, dat als er alles mee zit, dat Nederland ver zou kunnen komen en iedereen zou kunnen verrassen. Maar aan de andere kant, het is ook mogelijk dat het heel zwaar gaat worden, want dat lijkt me ook logisch. We spelen tegen zeer goede landen, goede teams. Ja, jij kent de dynamiek van zo'n groot toernooi. Waar loert het gevaar voor Nederland? Nou, het gevaar loert nu niet zo, omdat er geen sprake kan zijn van onderschatting of overschatting, laat ik zo zeggen. De Nederlandse mentaliteit is wel snel van wij worden kampioenen, we gaan het redden. En dat heb je nu helemaal niet. Dus ik denk dat het in het voordeel is van Nederland. Het gevaar loert in bijvoorbeeld een gelijkspelletje of een minieme nederlaag, is dat er te veel negativiteit van buitenaf omhoog gaat komen. En dat kan wel de dynamiek breken, hè? De energie. Ik vind, je moet erin geloven. Je kunt zelfs als je begint met een gelijkspel, gewoon uiteindelijk nog kampioen van toernooi worden. Maar Nederland is wel wat dat betreft heel kritisch. En ik denk dat je gewoon moet hopen, moet willen en moet steunen en erin moet geloven. En ik hoop dat de jongens het waar kunnen maken. In de aanloop naar het huidige EK is in de media veel aandacht geweest voor het Gouden Oranje van 1988. Het was ook Rijkaard niet ontgaan. Nou, ik heb het wel gehoord hoor, maar ik heb het zelf niet gezien. Nee. Wat opvalt, misschien omdat ik toen nog een stuk jonger was, is dat jouw rol naarmate de tijd steeds groter wordt in het team. Oh ja, goed, maar ja, dan moet ik weer helemaal terug. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het een hele mooie herinnering is, omdat we met z'n allen wat moois hebben bereikt. Ook met het nodige geluk, maar ja, dat heb je nodig en dat moet je ook afdwingen en af kunnen dwingen. Maar het feest uiteindelijk was om niet meer te vergeten. Ja, dat is misschien wel het allermooiste en alles. Ja, want ik denk dat uiteindelijk toch wel de meeste voldoening geeft. Als we het nu weer halen, zien we jou dan ook nog eens langs de grachten? Wat zeg je? Als we het nu weer halen, zien we jou dan ook nog eens langs de grachten? Als ik hier ben, heb je daar wel kans van, ja. Dat is een goede zomer vast. Dankjewel.